We zijn vanochtend vertrokken en na een lekker ontbijtje en een kopje koffie zijn we nu onderweg om het park te gaan bekijken. We zitten hier ongelooflijk hoog. Het is niet goed te zien op de foto's, dan komt die diepte toch nooit zo goed over. Maar het is behoorlijk hoog en de weg is dan... Daar in de verte zie je Step House. Ik ga jullie straks daar wel wat over vertellen. Daar hebben dus Indianen gewoond. Daar gaan wij naartoe wandelen. Het is een steile wandeling. Ik weet ook niet precies hoe lang we erover doen, maar er werd ons aangeraden om voldoende water mee te nemen. We gaan in ieder geval kijken. Het is bijna niet te geloven, maar hier hebben echt mensen gewoond. Hier hebben Indianen lange tijd gewoond. Hier zaten ze verscholen voor de elementen van de kou en de hitte en de wind. Want het kan hier behoorlijk spoken. En hier woonden ze dus. Is het hoger, Frans? Hoog, ja, heel hoog en steil. Zoals jullie kunnen zien is het hier jaren geleden, voor zover ik gezien heb, is dat inmiddels al 15 jaar geleden, helemaal afgebrand. Deze trail is ongeveer 2 kilometer die we gaan lopen en dat zou naar een grote overlookpunt zijn. Dus we gaan het zien, jullie zien het zo. Deze ruimte werd in 1891 pas ontdekt door de heer Neerdenskjöld. En het blijkt hier vanaf ongeveer 1200 te bestaan. Hier hebben dus de Indianen verstopt gezeten. En daar binnen in de ruimte zitten 12 kamers. Opwarmen van mijn enchiladas die ik over had van mijn eten van gisteren. Dat zal best smaken dadelijk.